Je kunt heel veel mooie foto's van deze toren maken, maar hier trof ik een sluier voor die vrijheid. En dat vond ik het mooiste beeld wat ik uit Iran meenam. Om aandacht en steun te vragen voor de protesten in Iran organiseerde Ineke Jansen vorig jaar een fototentoonstelling. Ze bezocht het land in 2019 en legde het dagelijkse leven vast op beeld. Nou, de sfeer is daar zonder meer naar toeristen heel gastvrij. Soms zelfs een beetje te erg. Dat je overal, in Isfahan is heel beroemd, hè? Er zijn veel toeristen. Daar werd ik toen in 2019 de hele tijd nageroepen van hallo, how are you, waar kom je vandaan enzovoort. Nu kun je er niet meer naartoe, hè? Nu is het code rood, dus dat zou je dan eigenlijk niet moeten doen. Hoewel het land nog geen code rood had toen Ineke er verbleef, was de schijnende situatie er toen ook al goed voelbaar. Ook toen waren er al protesten, hè? Dus er was een enorme armoede en dat zag je overal. En een ander punt was de verzet van niet alleen de hoofddoeken, maar ook het verzet gewoon dat mensen vrijheid wilden. Achter de deuren van de huizen, daar kun je feesten, alcohol drinken, van alles en nog wat doen in 2019. Dus dat maakte ik mee. En dan in de straten zag je eigenlijk alleen maar gewoon muren. En verder helemaal niks, geen vleugel. Je mag niet zingen, je mag, als vrouw mag je geen zangeres worden, dansen mag niet, fietsen mag niet. Al die dingen op straat mogen allemaal niet. Inge bleef het nieuws uit Iran volgen via een Twitter-account van een journalist die dagelijks verslag deed van de protesten. En dat greep me aan en toen dacht ik, ik heb eigenlijk nog foto's van mijn reis naar Iran. Die gaan over de protesten van 2019. Ik zou daar eigenlijk best goed aandacht voor de huidige protesten mee kunnen vragen. Dus daarom heb ik toen gevraagd of ik een tentoonstelling kon houden. Ja. En die tentoonstelling riep veel reacties op. Reden voor de fotografen om de foto's voor een tweede keer in de schijnwerpers te zetten. Dit keer geeft ze ook een presentatie voor de bezoekers. Ik wil graag mijn thema meegeven, kijken over de grens. Dus door van alles van Iran te vertellen en te laten zien. En zo, ja, krijgen mensen belangstelling daarvoor en gaan ze over de grens kijken en krijgen ze meer kennis ervan. De lezing vindt plaats op vrijdagmiddag 24 maart om 2 uur in wijkcentrum Dukenburg. De toegang is gratis.